Oké, beste jongeren, hier staan we bij de stoel van de bisschop. En die heet met een mooi Grieks woord kathedra. En jullie weten waarschijnlijk ook dat de kerk van de bisschop, die heet kathedraal, in Duitsland doom, maar hier in Nederland gelukkig kathedraal. En dat komt dus van het woordje kathedra, zetel. En waarom een zetel? Nou, jullie weten misschien dat als de apostelen preekten, en dat zie je bijvoorbeeld in de stoel van Petrus en de Sint-Pieter, dan zaten ze. En oude bisschoppen, bijvoorbeeld Augustinus, die zaten terwijl ze preken. En dat kan de bisschop nu nog doen, altijd. Bij de vormsel bijvoorbeeld, kan hij gaan zitten, ook om de preek te houden. Maar het is met name het zitten dat Jezus ook deed. We weten dat Jezus, als hij een grote toespraak hield, ging hij zitten. Hij zette zich neer en begon te onderrichten. Maar dat zien we bijvoorbeeld in de hoofdstukken van de bergreden. In het evangelie van Matthäus, het 5e hoofdstuk tot en met het 7e hoofdstuk, gaat over alles wat een christen moet doen. En belangrijk is dat dan Jezus gaat zitten om te leren. Nou, een bisschop is dus ook de leraar van het bisdom. We weten, Limburg is ons bisdom. De bisschop is de geestelijke leraar van het bisdom. Hij moet mensen vertellen over Jezus. Hij moet mensen ook opleiden om meer over Jezus te leven en te weten. Hij moet de mensen bijeenbrengen. Hij is de leraar van hoe je je als christen kunt gedragen, ook in de gemeenschap, ook met je talenten, wat je kunt gaan doen. En ook ter bemoediging. Dus een bisschop is als het ware degene die voorzit. De voorzitter van het bisdom. Nou, dit is de kathedraal, de kathedra. Heel mooi gemaakt met het wapen van de bisschop erop. En jullie zien dat wapen. Dat is een groot hart. De bisschop wil een groot hart hebben voor alle mensen. En daaronder staat zijn wapenspreuk. Geef Heer aan de kerk liefde en geloof. Want de bisschop zegt, ja, eerst wil ik liefde hebben en dan wil ik het geloof verkondigen. Als mensen voelen dat ze geliefd zijn, dan zullen ze ook eerder het geloof accepteren. Een hele mooie spreuk die echt het wezen van de bisschop aangeeft. Hij heeft een groot hart voor mensen. En wil heel graag jou ook die Heilige Geest geven, zelf of via de mensen die hij daarvoor vraagt. En dat doet hij vanuit deze zetel, die het centrum is van het hele bisdom.